Een doodskist van echt Utrechts hout. Het kan, maar niet iedere boom is geschikt. Samen met bosbeheerder Simon Klingen gaan we op zoek naar een mooi exemplaar. Dit is een den die zeer waarschijnlijk wel voor een deel gebruikt kan worden voor die kisten. Het Utrechts landschap moet bomen kappen om het bos weer de ruimte te geven. En dat hout wordt gebruikt om doodskisten van te maken. Hij is recht, hij heeft niet te zware noesten. Er zitten alleen maar fijne takjes aan. Dus ik denk dat dit een boom is die heel geschikt is daarvoor. Terwijl de bosbeheerder verder zoekt, gaan wij vast kijken hoe dat er dan uitziet. Begrafenisondernemer Guus Temming uit Doorn verkoopt de heuvelrugkisten. Ik denk voor mensen die zich verbonden voelen met het landschap hier. Als je hier lang gewoond hebt, graag in het bos gewandeld hebt en veel plezier hier beleefd hebt. Als je die binding voelt, dan is het denk ik ook wel mooi om dit streekproduct te gebruiken. Als het zover is, om het zomaar te noemen. Deze kist is gemaakt van eikenhout. Je hebt best veel hout nodig voor zo'n kist. Maar hoeveel precies? Voor die vraag gaan we terug naar het bos. Dus ze selecteren uit deze ronde stam, selecteren ze een aantal planken. Gaan ze dan weer aan elkaar lijmen en zo. Dus ik schat even in dat je twee van dit soort bomen nodig hebt om één hele mooie kist te maken. Zodra de boom is gekapt, wordt de dikke stam verwerkt tot ruwe planken. Daarna gaat de kistenmaker ermee aan de slag. Vervolgens worden ze door de kistenmaker precies op maat gemaakt zoals hij het nodig heeft om de kisten te kunnen bouwen. En ze worden geschaafd. Nou, dat is die plank die hiervoor staat. En dan zie je al van hoe van het ruwe hout naar een mooi geschaafd materiaal gegaan is. En het geschaafde materiaal, dat is uiteindelijk waar de kist ook van gemaakt is. De begrafenisondernemer heeft de kist nu een aantal weken in het assortiment. En er zijn al een paar verkocht. Een deel van het geld gaat naar het Utrechts landschap.